Wij zijn als klaskompie in de Westen plaats ter ondersteuning van de commandant Zeemacht Caribisch Gebied. Dat is een marineman die verantwoordelijk is voor het hele Caribische gebied. En één Nederlands kompie roteert per 4 maanden naar Curaçao om vanuit daar ingezet te kunnen worden. Bijvoorbeeld ter steun van de autoriteiten of in een voorkomend geval als militairen ingezet te worden. En tot het ingezet worden kunnen we alle soorten training doen. En het beteugde woeling is een van de trainingen die we hier op kunnen pakken omdat het een taak is die we in Nederland eigenlijk niet hebben. Maar juist in het Caribisch gebied als Nederlands kompie wel. We doen specifiek op Bonaire een zogenaamde initial entry operatie nabootsen. Dat wil zeggen een inzet waarbij wij als kompie als eerste in een gebied aankomen. Het scenario wat we hier spelen is niet gewelddadig. Dus we komen in een gebied waar eigenlijk geen gevecht aan de gang is. Maar waar we gaan proberen met de kompie zo snel mogelijk in kaart te brengen wat de situatie is in een bepaald land. Dat doen we door sociale patrouilles te lopen in de dorpen. Heel veel vragen stellen aan mensen, contact leggen met de lokalen, contact leggen met de politie en de brandweer. Allerlei belangrijke gebieden in kaart brengen om te kijken wat in de breedste zin de situatie op een eiland is in dit geval. Voor mij als kompie is het heel leuk om in situaties dit te zijn waarbij je jongens in situaties kunt brengen die we eigenlijk nergens kunnen nabootsen. Dus dat biedt ons heel veel mooie kansen om te kunnen trainen zonder dat we daadwerkelijk op een missie zijn.